zijn nu in de winkelstraat van Schelling, de belangrijkste winkelstraat. Dat zie je heel druk, veel drukker dan normaal. Je ziet hier normaal zie je nog wel mensen, alleen niet zoveel als nu. Het zijn er nu echt niet om te noemen hoeveel. De kinderen wonen op het Waddeneiland ter Schelling. Daar zijn tijdens het festival op veel plekken theatervoorstellingen. Op het strand bijvoorbeeld. Of in de duinen. En in het bos. Of in het dorp Westerschelling bij vuurtoren De Brandaris. I love my party. Voor kinderen die op het eiland wonen is het Oerolfestival elk jaar weer even wennen. Er zijn meestal 5000 mensen op het eiland. Maar nu tegenwoordig wel tienduizenden. Maar het kan niet altijd goed gaan. Je hebt wel eens ongelukjes met de fietsen die op elkaar knallen. Want heel druk, heel veel mensen, heel veel fietsen. Als ik uit mijn raam kijk, dan zie ik duizenden mensen van de boot afkomen. En dat is, heb je ook wel voordelen, maar ook wel nadelen. Normaal kent iedereen elkaar, maar nu niet. Omdat de oorlog gaande is en er zijn veel meer mensen op de Schelling. Meestal zitten op deze veerboot mensen die op het eiland wonen en toeristen. Maar nu hebben de meesten een ander doel. Oerolfestival. Oerol. 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 Oerol, geloof ik. Oerol. Nou, Oerol. Oerolfestival op Terschelling. En zo stroomt het eiland vol met Oerolfans. En dat is vooral goed voor het eiland, vinden de kinderen. IJsjes. Ze kopen hier van alles heel erg goed voor de mensen die hier werken. Dat is hartstikke leuk. Overal theater, overal optredens. De eilandkinderen doen ook zelf mee aan Oerol. Ze spelen in een theaterstuk in het bos met zwarte pruik. Nou, het gaat erover dat eigenlijk volwassenen zijn niet goed en kinderen zijn de baas. Het gaat zeg maar over dat... Mensen boven de 18 die stoten heel veel CO2 uit, zeg maar. En die zijn dan heel slecht voor de natuur. Dan maken we ze vast aan een boom en dan kunnen ze eigenlijk zelf voelen hoe het is om dan dat te voelen. De kinderen van het eiland hebben maar een week kunnen oefenen. En hun regisseur is onder de indruk. Ongelooflijk trots. We krijgen echt heel veel reacties van het publiek op hoe de kinderen het doen. En ik heb er zelf eigenlijk ook geen woorden voor hoe goed ze het doen. De kinderen zijn blij dat ze op hun eiland niet alleen toekijken, maar echt mee kunnen doen aan Oerol. Volwassenen veranderen in bomen. Zo doen deze acteurs dat. De drukte op hun eiland was even wennen, maar de rust straks ook. En dan is het ineens een dag en dan is het allemaal weer heel rustig. Dan loop je bijvoorbeeld in de dorp en dan zie je ineens heel weinig mensen. Saaie boel? Ja, wel een beetje. Grote kans dus dat deze acteurs van het eiland volgend jaar weer meedoen aan Oerol.